De inhuldiging van prinses Beatrix als koningin zal op 30 april zijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Koningin Juliana zal na haar abdicatie, haar aftreden, eerder op die 30 april weer prinses willen heten. Een kamermeerderheid gaat akkoord met beëindiging van de overheidssteun aan het kartonbedrijf Okto in Winschoten. Bij een aanslag in Spaans Baskenland op een politieconvooi zijn 6 politiemannen gedood. Goedenavond. Prinses Beatrix zal op 30 april aanstaande worden ingehuldigd als koningin. Dat is het voornaamste nieuws na de aankondiging van koningin Juliana dat zij afstand doet van de troon. Hoewel veel zaken rond de troonswisseling nog moeten worden geregeld, staat vast dat alle plechtigheden in Amsterdam zijn. Koningin Juliana zal op 30 april in de hoofdstad de akte van abdicatie tekenen. Vanaf dat moment is Beatrix volgens de grondwet de nieuwe koningin. De inhuldiging daarna is een formele aangelegenheid die meteen daarna gebeurt. Plaats van handeling, de nieuwe kerk in Amsterdam, naast het paleis op de Dam. De restauratie van die kerk is dan net klaar. In de nieuwe kerk is in 1948 ook koningin Juliana ingehuldigd. In verband met de plechtigheden rond de troonswisseling gaat het defilé op Soestdijk niet door. Ook vandaag stonden er nauwelijks of geen mensen voor Paleis Soestdijk. De hofhouding van koningin Juliana zal bij haar troonsafstand volgens traditie zijn ontslag aanbieden. De nieuwe koningin, Beatrix, die nu nog met haar gezin op Drakenstein woont, beslist daarna of zij dezelfde mensen in haar hofhouding wil of niet. Beatrix moet overigens voorlopig op Drakenstein blijven wonen, omdat de verbouwing van de twee paleizen in Den Haag nog niet klaar is. De restauratie van Paleis Huis ten Bosch is het verst gevorderd. Het zou in september kunnen worden bewoond. De verbouwing van Paleis Noordeinde duurt nog tot zeker 1984. Na de officiële troonsopvolging zullen koningin Beatrix en prins Klaus zo snel mogelijk dit paleis betrekken, Huis ten Bosch. De ingrijpende restauratie heeft zo'n 3 miljoen gulden gekost. Het paleis telt 100 kleine en grote vertrekken. Het wordt omringd door een groot park. Het bijna 3,5 eeuw oude Huis ten Bosch is door koningin Juliana gebruikt bij kabinetsformaties. Deze archiefbeelden zijn gemaakt voor de restauratie in de 60e jaren toen het paleis door het publiek bezocht kon worden. Het paleis staat bekend om zijn schatten aan tapijten en meubilair. En dit is Paleis Noordeinde in Den Haag. Hier zal koningin Beatrix haar werkzaamheden verrichten. De restauratie van dit paleis ligt ver achter op het schema. Een restauratie waarmee zo'n 70 miljoen gulden gemoeid is. Op zijn vroegst zal koningin Beatrix deze residentie over 4 tot 5 jaar kunnen betrekken. Hier zullen in de toekomst de officiële ontvangsten van diplomaten en staatslieden plaatsvinden. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is Paleis Noordeinde bijna onafgebroken de woning van regerende Oranjevorsten geweest. Het is de grondwet die voorschrijft dat de inhuldiging van het Nederlandse staatshoofd in Amsterdam plaatsvindt. Dat moet gebeuren tijdens een openbare bijeenkomst van de Staten-Generaal, de Eerste en de Tweede Kamer samen dus. Dit is de nieuwe kerk op de Dam in Amsterdam waar koningin Beatrix zal worden ingehuldigd. Begin april komt de restauratie klaar die in 1959 is begonnen. Die heeft 49 miljoen gulden gekost. De gotische nieuwe kerk, waarvan het begin van de bouw rond 1380 lag, werd in 1645 bij een grote brand ernstig beschadigd. Deze laatste restauratie heeft die brandschade hersteld. De nu nog lege nieuwe kerk krijgt in de directe toekomst een zo breed mogelijke maatschappelijke bestelling. Op het moment dat koningin Juliana op haar 71ste verjaardag, 30 april dus, de akte van abdicatie tekent, is Beatrix haar opvolgster met alle rechten en plichten. De inhuldiging van de nieuwe koningin is eigenlijk de formele bevestiging van de troonopvolging door Beatrix. De inhuldiging van koningin Juliana op 6 september 1948 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam volgde slechts 2 dagen nadat haar moeder de akte van abdicatie had getekend. Hier archiefopnamen van die plechtigheid. Koningin Juliana was toen 39 jaar oud. Prinses Beatrix wordt dit jaar op 42-jarige leeftijd koningin van Nederland. Regering en parlement hebben volgens de grondwet geen invloed op het besluit van het staatshoofd om troonsafstand te doen. Hierover sprak Marijn de Koning met oud-minister De Gaay Fortman. Zo'n besluit op troonsafstand is eigenlijk het enige wat een koningin op haar eigen houtje kan doen, hè? Ja, daar bestaat geen ministeriële verantwoordelijkheid voor. En
Als je het wat huiselijk wil uitdrukken, dat is nou het enige wat de koning lekker zelf kan doen. Hoe gaat het nou straks? Blijft de koningin op Soestdijk wonen? In 10 jaar geleden is de hele financiële positie van het koninklijk huis apart geregeld. En bij die gelegenheid is uitdrukkelijk afgesproken. De eigendom van Soestdijk ging toen over naar het Rijk. Het was particulier bezit van de koningin. Bij die gelegenheid is uitdrukkelijk afgesproken dat en de koningin en prins Bernhard op Soestdijk ook in geval van abdicatie zouden mogen blijven wonen indien ze dat zelf wensten. En ik denk dat de koningin het wenst, want ze houdt van Soestdijk. Meneer de Graaf Voortman, in hoeverre denkt u dat het karakter van staatshoofd van invloed is op haar, in dit geval haar, besef van die taakopvatting? Ik kan me niet anders voorstellen dan dat elke nieuwe koning of koningin er erg aan moet wennen dat in een democratische staatsvorm de grenzen voor de drager van het ambt van koning nauw getrokken zijn. En aangezien moeder en dochter, ook zonder dat men beide goed kent, duidelijk alleen al in hun publieke optreden verschillen vertonen, zou ongetwijfeld het karakter en het temperament van prinses Beatrix, wanneer ze koningin geworden is, invloed hebben op de ambtsvervulling. Maar dat hoeft niet te betekenen, en het zal ook niet betekenen, dat koningin Beatrix niet hetzelfde besef zal hebben voor wat binnen het bestel voor de koning mogelijk is als haar moeder. De troonsafstand van de koningin is door alle binnenlandse dagbladen groot opgemaakt op de voorpagina gebracht. De Telegraaf haalde het stevigst uit door de grootste kop uit de kast te halen. Koningin Juliana treedt 30 april af. In een commentaar schrijft deze krant dat Juliana de geschiedenis ingaat als een koningin die sympathie wekte door haar warme persoonlijkheid. De Volkskrant kwam met een kop over de volle breedte: troonsafstand verrast iedereen. Dit ochtendblad noemde de troonsafstand een moeilijk afscheid. Dit afscheid is een menselijk verlies. Het zal geen gemakkelijke opvolging worden. Het Algemeen Dagblad deed het eenvoudig, maar zeer vet af met koningin Beatrix. Het dagblad schrijft in een commentaar: dank voor die vele, lange jaren als voorbeeldige vorstin. Bedankt, Juliana. Ook Trouw liet duidelijk weten dat de koningin op 30 april aftreedt. Dit ochtendblad heeft bewondering voor de manier waarop Juliana haar plicht heeft aanvaard en uitgevoerd. Ook het Parool komt met extra pagina's over het koninklijk nieuws. Aftredend koningin verrast kabinet en volk. Zo laat dit dagblad op de voorpagina drukken. Een voorpagina met oranje als steunkleur. Volgens het Parool neemt koningin Juliana een aparte plaats in ons staatsbestel. Juliana gaf bijzondere en zinvolle inhoud aan het democratisch koningschap, zo staat in het commentaar. Het communistisch volksdagblad De Waarheid heeft het over rustige reacties op plotseling aftreden Juliana. In een commentaar schrijft deze krant dat de periode waarin Juliana heeft gewerkt een uiterst belangrijke is geweest. Zij heeft zich op volstrekt constitutionele wijze van haar taak gekweten. Ook voor NRC Handelsblad kwam de troonsafstand als een totale verrassing. In een hoofdredactioneel artikel schrijft NRC Handelsblad dat Juliana een kind van haar tijd heeft willen en kunnen zijn en dat de koningin misschien geen groot, maar zeker wel een modern vorstin is geweest. Ook in het buitenland heeft de pers in het algemeen vrij uitvoerig aandacht besteed aan het besluit van de koningin. Alleen in West-Duitsland is weinig of geen aandacht geschonken aan het abdicatienieuws. Bijna alle kranten die erover melden, voorzagen hun bericht van een korter of langer historisch overzicht. In Franse en Engelse kranten werd ook gespeculeerd over de nieuwe koningin. En daarbij werd stevast geconstateerd dat prinses Beatrix een, wat zij noemen, linksere signatuur heeft dan haar moeder, hetgeen zou blijken uit haar grote belangstelling voor derde wereldproblemen. Ook werd opgemerkt dat de erfgenaam van prinses Beatrix een zoon is, Willem-Alexander, en dat Nederland over enige tijd dus weer een mannelijke troonpretendent heeft. Voor het eerst sinds ongeveer een eeuw. Het aftreden van koningin Juliana en de daaruit voortvloeiende regelingen zijn vandaag besproken in de ministerraad. Daarover nu uit Den Haag, Jaap van der Ploeg. Op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van dat kabinetsberaad vertelde de premier, u hoorde dat zojuist al, dat de inhuldiging van koningin Beatrix zal zijn op 30 april. Bovendien is besloten om op deze datum in de toekomst Koninginnedag te vieren. Voor deze dag is gekozen omdat 31 januari, zoals de heer Van Acht dat zei, niet wijs is.
Hij zei ermee te bedoelen dat het dan gewoon te koud is. En wanneer de verjaardag zelf geen goede dag is om Koninginnedag te vieren, lijkt de datum van inhuldiging de beste keuze. Bovendien wordt daarmee de eerbied uitgedrukt tegenover koningin Juliana, aldus premier vannacht. Op vragen op zijn persconferentie over de hele gang van zaken rond de mededeling van de koningin wilde de premier geen enkel antwoord geven. Op alle vragen zei hij, dat behoort tot het geheim van Soestdijk. Hij wilde dus ook niet zeggen of hij verrast was geweest door het moment van aftreden en wanneer hij door de koningin is geïnformeerd. Wel kondigde de heer vannacht aan dat hij waarschijnlijk woensdag op een aparte persconferentie meer bijzonderheden zal geven. Tot zover Den Haag. Koningin Juliana zal na haar aftreden weer prinses willen heten. Volgens de RVD wilde ook haar moeder Wilhelmina weer prinses worden genoemd, om daarmee aan te geven dat ze een stap terug deed. Aan zo'n besluit van Juliana ligt eenzelfde gedachte ten grondslag, aldus de RVD. Het zal nog wel even duren voordat koningin Beatrix op munten en postzegels staat. Vooral het maken van een ontwerp duurt lang. Vast staat dat Beatrix op munten naar links zal kijken. Het is de gewoonte bij de Nederlandse munt dat vorsten om en om naar links en naar rechts kijkend worden afgebeeld en koningin Juliana kijkt naar rechts. Dan nu het verdere nieuws. Er lijkt geen toekomst meer voor kartonbedrijf Octo in Winschoten, dat ligt in Oost-Groningen. Tijdens een extra vergadering ging vandaag een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met het besluit van minister Van Ardenne om overheidssteun aan Octo stop te zetten. U hoort minister Van Ardenne. Toch weet men natuurlijk nooit hoe tijdens de aangevraagde surseance de bewindvoerders eventueel nieuwe wegen zouden kunnen inslaan. En het is heel duidelijk dat de regering zich vooruit nooit voor oplossingen afsluit. Maar zij blijft wel op het standpunt staan dat van haar op dit moment geen bijdrage kan worden verwacht en dat die ook niet nodig is. Sluiting van kartonfabriek Octo betekent opnieuw een zware klap voor Oost-Groningen. Dat was voor de Tweede Kamer aanleiding om er een extra vergadering aan te wijden. Voor een voorstel van de oppositie om het bedrijf nog een jaar open te houden was geen meerderheid te vinden. De uitslag van het Kamerdebat over Octo is in Groningen hard aangekomen. Peter Meijers vroeg een reactie aan commissaris van de Koningin, meester Toxopeus. En ik moet u zeggen dat ik erg bang ben dat, gegeven deze situatie, dit toch wel het begin van het einde is. Een korte uitstel van de sluiting van Octo. Ja, ik hoop natuurlijk altijd, maar ik denk tegen betere weten in, dat het anders zal zijn, maar ik denk dat het een kwestie van weken nu is en zonder uitzicht. De Staten van Groningen hebben hun werkzaamheden opgeschort. U heeft zich daar als college bij aangesloten. Wat betekent deze beslissing nu van de Kamer voor de voortzetting van de werkzaamheden? Oh, dat hoeft helemaal niet direct met elkaar samen te hangen. Dat is duidelijk een zeer zwaar demonstratief gebaar. En we zullen wel zien wat we zullen zien en wanneer men weer aan het werk gaat. U weet, het college van GS gaat door met de normale werkzaamheden zoals het ook behoort. Het was ook niet in de motie gevraagd om dat niet te doen. Maar de zware demonstratie heeft dus weinig geholpen, blijkt nu. Uiteindelijk ben ik bang van ja, dat het inderdaad weinig geholpen heeft. Er staat niets tegenover nu, hè? Het verlies aan banen in Groningen wil de regering goedmaken met een versnelde overplaatsing van de centrale directie van de PTT vanuit Den Haag naar het noorden des lands. Binnen 2 jaar moet deze operatie rond zijn. Daarbij gaat het in totaal om 3400 banen. De bonden van overheidspersoneel hebben vanavond besloten hun leden in Den Haag te raadplegen. De vraag is of er verzet moet komen tegen een mogelijk gedwongen overplaatsing en tegen de gang van zaken van de afgelopen dagen. In een proces in het West-Duitse Hagen tegen Siert Bruins is wegens oorlogsmisdaden levenslange gevangenisstraf geëist. Volgens de openbare aanklager is bewezen dat de 58-jarige Bruins eind april 1945 de ondergedoken broers Sleutelberg heeft doodgeschoten in de buurt van Delfzijl. Daarbij was ook August Neuhauser, tegen wie ook levenslang is geëist. De West-Duitse officier van justitie vindt ze allebei medeplichtig aan moord. De datum voor de uitspraak staat nog niet vast. Bij de plaats Lequecio in Spaans Baskenland zijn vandaag 6 politiemannen doodgeschoten. De aanslag zou het werk zijn geweest van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Sinds de jaarwisseling zijn bij terreuracties in Baskenland nu 19 mensen omgekomen.
De 6 agenten van de Guardia Civil escorteerden een wapen- en munitietransport toen ze met hun Land Rovers in een hinderlaag liepen en van twee kanten met automatische wapens werden beschoten. Op de beide politieauto's werden meer dan 100 schoten afgevuurd en de agenten zouden niet de kans hebben gekregen terug te vuren. De aanvallers lieten de burgers in de vrachtauto met wapens ongemoeid. Ook de wapens zelf, 3 mortieren en bijbehorende granaten, zouden, zo meldt de politie in Bilbao, niet zijn meegenomen. Spanje heeft de diplomatieke betrekkingen met Guatemala verbroken. Op de Spaanse ambassade in Guatemala zijn bij een brand 39 mensen omgekomen. Die brand ontstond toen tegen de uitdrukkelijke wil van de Spanjaarden met geweld werd opgetreden tegen een gijzeling in de ambassade. Boeren die wilden protesteren tegen de onderdrukking door de ordepolitie hadden de Spaanse ambassade bezet om aandacht te vragen voor hun grieven. Wat toen volgde was een tragedie. De Guatemalteekse ordentroepen negeerden een oproep van de gegijzelde Spaanse ambassadeur om het exterritoriale gebied van de ambassade niet te betreden. De 35 boeren zaten met 5 gijzelaars op de eerste verdieping. Bij de bestorming werden de bezetters zenuwachtig en werd een brandbom gegooid. De enige die nog kon ontsnappen was de Spaanse ambassadeur die door de brandende gordijnen heen het raam uitsprong. Alle bezetters kwamen in de brand om het leven, evenals 2 Spaanse leden van het ambassadepersoneel en 2 hooggeplaatste Guatemalteken die voor besprekingen in de ambassade waren. Spanje heeft nu de diplomatieke banden met Guatemala verbroken, want de politieinval betekent volgens Spanje een schending van Spaans grondgebied. De vrouw van de Russische dissident Zakharov moet van de Sovjet-autoriteiten haar mond houden. Mevrouw Zakharov moest zich vandaag melden bij het parket in Moskou en daar werd ze gewaarschuwd dat het doorgeven van verklaringen van haar man wordt beschouwd als lastig en dat ze daarmee op moet houden. De vrouw van een andere bekende Russische dissident heeft vandaag de Sovjet-Unie mogen verlaten. Arina Ginzburg heeft zich in Parijs bij haar man Alexander Ginzburg gevoegd. Ze had haar 2 kinderen en haar schoonmoeder bij zich. Alexander Ginzburg was vorig jaar vrijgelaten uit een Russisch kamp en naar het westen gekomen bij een uitwisseling van 5 politieke gevangenen tegen 2 gevangen Russische spionnen. Nog even de belangrijkste punten uit dit journaal. Op 30 april zal prinses Beatrix in de Nieuwe Kerk in Amsterdam als koningin worden ingehuldigd. Eerder op die dag tekent koningin Juliana haar abdicatie en 30 april zal voortaan ook Koninginnedag blijven. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met beëindiging van de overheidssteun aan het kartonbedrijf Okto in Winschoten. In Groningen is men erg teleurgesteld over die uitspraak. Nieuw geweld van de ETA in Spaans Baskenland heeft 6 politiemannen het leven gekost. Dan nu het weeroverzicht van het KNMI. Er was vandaag tamelijk veel zon, daarom kon de middagtemperatuur tot 1 à 5 graden oplopen, hoewel de wind in de noordhoek zat. In de kustgebieden vielen enkele verspreid voorkomende sneeuwbuitjes. De depressie die de afgelopen nacht over ons land trok, lag vanmiddag boven de Baltische staten. De depressie bracht in die streken grote hoeveelheden sneeuw en meer naar het zuiden regen. Het regengebied liep helemaal door naar Joegoslavië en Zuid-Italië. In Scandinavië is het nog steeds bijzonder koud. In grote delen vriest het 20 tot 30 graden. In de rest van Europa is de vorst goed deels verdreven. Op de Britse eilanden was het vandaag ook zonnig. Dit opklaringsgebied trekt snel via ons land naar het oosten en daarom gaat het vannacht overwegend licht vriezen. In Zuidwest-Ierland begon het vanmiddag alweer te regenen. Dit neerslaggebied zal morgen over ons land trekken en we moeten er rekening mee houden dat de neerslag bij ons eerst een flink pak sneeuw zal brengen alvorens in regen over te gaan. De verwachting tot morgenavond is daarom als volgt. Vannacht opklaringen en minimumtemperaturen van 0 graden in het zuidwesten tot min 5 graden in het noordoosten. Morgen overdag enige tijd sneeuw en regen met een tot krachtig of hard toenemende zuidwestenwind die later naar het noorden draait. Middagtemperatuur morgen rond plus 3 graden. En dan zijn voor zondag en maandag de weersvooruitzichten zonnige perioden, enkele hagel- of sneeuwbuien en lichte vorst in de nacht. Tot zover deze journaaluitzending. Dames en heren, goedenavond.